En ik heb Jurgen Rijman. Is dat niet vrij dan? Die man is zo grappig, je wordt er high van. Hey, luister, ik kan niet hier zitten kijken naar je voetbal. We moeten een soort van battle aangaan nu. Ja, inderdaad, joh. Dan ga ik me even omkleden zo en dan gaan wij gewoon een lekker battletje aan. En dan gaan we kijken of je er wat van bakt. Hey, ik ben bakker, vriend. Ik heb mijn bakkersdiploma. Wacht jij maar af. Ja? Ik bak alles voor je. Surinaams koek, Marokkaans koek, alles. Ja, ik zal het belletje even vast op het strand schieten. Zodat jij hem straks niet hoeft te zoeken, ken je die? Oké, de battle is begonnen. Het begint nu al een beetje. Dit is Royce in Drenthe, mensen. Hey. Ja, nee, die Maas Huis is echt wat zinnig. Hij heeft echt een geweldig huis. Dus, hoe die erover praat? Ik wist hem gewoon, op een gegeven moment was ik hem kwijt, snap ik? Ten eerste, ik versta hem niet. Ja. Hij moet echt van die miljoenen, hij moet echt naar een logopedist. Ik zeg je eerlijk, mijn man begint, op een gegeven moment was ik hem het kwijt. Het is een logopedist. Ja, maar dat is echt waar? Logopedist. Oh nee, dat was het pedist. Ja, maar jij zei logopodist, maar het is logopedist. Dus logopedist. Ja, dat vind ik nou leuk. Ja, dus, je woont hier net 6 jaar, man. Hou op, man. Hey, ik ben hier geboren, zeg Bieden. Ben je meteen weer terug naar Suriname gegaan, toch? Dat is waar, maar ik ben toch... Ik merk dit wel aan jou, dat jij steeds beter Nederlands gaat praten. Ik doe mijn best, Ali. Ik zweer, dat hoor ik steeds. Iets was gewoon van, natuurlijk gaan we vandaag hier even gezellig een kopje thee drinken. En is het, gaan we even gezellig een kopje thee drinken? Hoe kan dat? Man. Dat noemen ze inburgering, Ali. Shit. Ja. Nou, ik ben nog steeds uitgeburgerd wat dat betreft. Ja. Net een marihuana stick als ik in mijn kamer zit. Weet je dat er ook altijd een hele leuke dame is? Vrouwtje Jansen aan de zijde van Ruud de Wild. Ja, dit is super chill.